Welkom terug in Piratenland. We staan hier op de smalle knaller, oftewel mijn prachtige piratenboot die ik als eerste heb gebouwd in Content V seizoen 3. Max! Rick, waar ben je? Hier, Rick. Hier bij je... Waarom stoor hier. Je mij altijd op dit soort momenten? Wat voor momenten? Gewoon dat ik net hier zo sta vrolijk te praten en zo. Ja, maar het is ook heel vrolijk. Ik ben ook vrolijk. Wacht, kom. Ik kom even naar beneden. Kom eraan. Omhoog. Je kan zonder nat te worden, kan je het schip opkomen. Oké. Probeer het. Dat jou niet verwatert, ik weet het, maar... Oh, dat ging serieus best wel goed. Ja, ik ben een piraat, hè? Ja, je bent een piraat. Doe het alsjeblieft niet. Ik wil het doen. Oké, kom maar. Doe het alsjeblieft Nee, kijk, doe het niet. Niet doen alsjeblieft. Wat is er? Waarom is het vrolijk? Oké. Het is een geweldige dag. Het is een mooie dag, inderdaad. Dat klopt. Daar ben ik het mee eens. Weet jij nog die stomme poepkoning? De stomme poepkoning. Gewoon de koning van het voortuin, ja. Die ken ik. Ja, die ja. 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 Hij is opgepakt. Hij is opgepakt. Hij is opgepakt. Ja. Dus het fort is vrij nu. Het fort is officieel weer voor mij. Niet. Ja, kom dat maar mee. Dat geloof ik niet. Kom maar. Pas op dat je niet in het water valt. Nee, dat komt helemaal goed hoor. Doe het niet. kom, ik doe niks. Het gaat een beetje om vertrouwen, Rick. Oh, wat is achter je? Nee, er is niks achter me. Oké, kom maar. Oké. Hij is opgepakt. Hij is opgepakt. Ik heb officieel het nieuws gehoord. Door de DWE? Door de DWE, inderdaad. Oh, omdat hij natuurlijk... Hij werd verdacht van het inbreken van het DWE-gebouw. Ja, en blijkbaar dus iemand omleggen of zo, heb ik gehoord. Ja, Ronald, de medewerker van de maand, die was... ook echt de medewerker omgelegd. Van de maand? Ja, meerdere maanden achter elkaar. Ah, leuk cadeautje gehad. Ja, maar het is dus eigenlijk officieel. Ik wou het jou als eerste vertellen. Het wordt weer van mij, dus... Hebben ze dat, heeft de DBE dat tegen jou gezegd? Nee, ik hoorde dat. Ja, maar jij claimt hem zelf nu gewoon weer, dit fort. Ja, het is gewoon van mij nu. Ik, Oh mijn god. Ja, jullie hebben het toch ook van mij maar opgepakt? Nee, wacht. Ja, nee, dat snap ik. Maar heeft de DBE gezegd, het is dan ook weer van jou, dit? Nee. Weet je zeker dat het dan van jou is, voordat je iets claimt en dat het niet van jou is? Het was al van mij. Ik weet dat het van jou was, maar... We kunnen ook gewoon even naar de DBE toe, even aan ze vragen of het voort dan ook daadwerkelijk van jou is. Maar het voort is van mij. Ja, maar anders heb ik ook weer problemen. Dan ben ik ook weer medeplichtig. Waarom heb jij dan problemen? We gaan wel, prima. We gaan wel even naar de DBE. Zijn ze bij het fort, weet je dat? Nee. Ze hebben hem natuurlijk opgepakt. Dat doen ze niet... bij dat hoofdkwartier ding. Oh, waar brengen ze bij de outpost hier? Nee. Waar dan? Naar hun basis. Oh, echt bij de bosselfjes, de grote basis. Ja. Daar schijnt dus een high-tech gevangenis te zijn. Oh mijn god, echt? Nu ben ik wel heel benieuwd. Oké, wacht, gaan we die kant op? Ja, is goed. Oké, laten we een bootje pakken en dan varen we gewoon even naar de bosselfjes. Ja, want ik durf niet te zwemmen. Weet je zeker, we gaan een klein bootje dan, hè? Ja, een klein bootje lang op zee. Nee. Oké, we pakken wel een grote boot dan. Goed, Rick, we zijn er. Aangekomen bij de boselfjes. Hier kom ik, moet ik zeggen, niet heel vaak of zo bij de boselfjes. Ben je hier wel eens geweest? Volgens mij echt letterlijk nog nooit. Ah, nou, de boselfjes is dus zeg maar... Je hebt het hoofdkwartier van de DBE, maar dit is zeg maar letterlijk het land van de DBE. Dit is nog groter. Oké. Alleen, ik wist niet dat ze hier een gevangenis hadden. Ik weet dat ze een kasteel hebben, of meerdere kastelen zelfs. Ja, het is best wel mooi hier allemaal ook. Ze hebben hier dus gewoon een kasteel. Ja, kijk, wacht. Als het goed is, daarboven hebben ze een kasteel. Ja, hier ook. Ja, daarom zeg ik twee. Dit is een kasteel, maar ze hebben ook, als het goed is, ergens hierboven kasteel. Het is één groot dolf hier. Ja. Maar jij zegt dat ze hier dus blijkbaar een beveiligde gevangenis of zo hebben? Ja, ik heb alleen geen idee waar. Nee, ik ook niet. Maar laten we maar gewoon een beetje lopen. Lopen we gewoon naar het drukste punt. Ja, als hier gewoon een kasteel zat, waarom moet die koning dan mijn fort pakken? Trouwens, inderdaad. Ze hebben hier een veel groter, mooier kasteel. Kijk hier, Rick. Daarboven heb je het kasteel, zie je? Daar. Jeetje. Ja. En dan ben je mijn fort... Oh, mijn god, ik schrik me kapot. Hallo. Hey, wat komen jullie doen? Ik heb geweldig nieuws gehoord. Rick heeft geweldig nieuws gehoord. Het schijnt dat jullie hier een koning hebben. Ja, ik hoorde dat koning Julian... Daar kan ik helaas niet al te veel over zeggen. Nee, maar we hebben een aantal vraagjes. Ja, we hebben letterlijk een aantal vraagjes. En we willen graag op visite komen bij hem. Kunnen we hem even uitlachen? Of, we smeken het, want het gaat... Ja. Het gaat je een momentje? Dan ga ik het even navragen. Ja, prima. Ja, doe je ding. Kom, maar loop intussen ook stiekem gewoon achter hem aan. Ja, dan lopen we alvast die kant op. Waar gaat hij heen? Als je nou een rondje loopt, word ik gek, hè? Nee, hij gaat hierheen. Oh! Hij verdween onder de grond! Zag je dat? Ik zag het. Hij verdween onder de grond! Hij ging hier de grond in! Help, Rick! Waar ben ik? Ik ben op god! Wacht, hier is een knop. Ik kom eraan! Hey! Wat was dat? Wat doen jullie? Ja, we liepen even achter je aan. Je zei, loop maar mee, zei je. Nee. Jawel. Nou, ik heb het in elk geval even overlegd en jullie kunnen wel even mee.
Oh, kijk, top. Okay. Maar uiteraard wel gewoon onder streng toezicht. Ja, dus zometeen zullen jullie de spullen even moeten afgeven. Hier? Nog niet hier zometeen. Oh, ja, prima. Dat vind ik goed. Dat vind ik goed. Oké, nou, lopen we even mee. Ja. Oké. Dat is wel een dingetje. Oké, dit is wel natuurlijk gewoon allemaal strikt geheim. Dus jullie komen alleen even op visite. Ja, we komen op visite en een aantal vragen hebben. Even een bakje koffie drinken. Even een bakje koffie met de koning. Kom maar even mee. Oh, er is een ladder hier. Oké. Oh mijn god, ik wist dat dit hier zat, die grote kluis. Maar ik wist niet... Ik weet niet wat dit is. Ik ben echt heel benieuwd wat dit allemaal gaat zijn. Hier naar beneden. Dit klinkt echt heel vies. Rick, rustig aan joh! Ja, ik vond het een beetje... Oh mijn god, wat is dit groot! Lopen jullie mee? Niet te lang stilstaan. Ja, sorry. Waar zijn we? Hoe lang zit het hier al? Het is zo groot hier! Oh mijn god. Oh, ze hebben je broer. Dat is mijn ogenbroer. Sorry, we lopen mee. Waar gaan we allemaal heen joh? Oh nee. Oh, wat is het groot allemaal. Oké, jullie mogen hier verwachten en meteen doorlopen. Ja. Moeten we hier erin? Nee. Even wachten. Oh, we mogen maar naar links. Oh, we gaan hierheen. Ja. Yes! Oh god, hier moeten we waarschijnlijk al spullen afleveren. Ja, zouden jullie die spullen hier kunnen afgeven? Alles wat je bij je hebt. Alles? Die hebben. Alles. Mag ik wel, ik heb een bloemetje hier. Mag ik wel mijn piratenhoed bij me houden? Alsjeblieft. Ja, dat is wel deel van je outfit natuurlijk. Ik kan het zeggen, dat is deel van mijn outfit, anders moet ik gewoon naakt. Dat is vies. Ja, nou, okay, Rick, alles geven. Ik heb hier mijn zwaard, ik heb Michael. Michael, pickaxe. Even kijken hier, en wat eten. Dat was het wel. Was dat alles? Was dat alles? Ja, dat was hem. Oké, kunnen door. Dan heb ik voor jullie bij nog even wat appeltjes. Ik pak ze wel hier. Ik wil graag appeltjes. Ja, natuurlijk. Goed. Dan mogen jullie doorlopen. Ja, top. Dan gaan we zeker doorlopen. Ik vind het spannend, Rick. Ik wist niet dat dit hier altijd zat. Volgens mij zit dit hier echt wel heel lang, dus. Waarom is het ook zo groot? Ik weet het niet. Hij komt hier niet zomaar uit. Nee, ik wou het zeggen. Ik denk niet dat koning Julian hier zomaar uitkomt. Ja, de deur is open. Kijk, hoppakee. Waar zijn we? Welkom. Hallo? Koning, je bent opgepakt! Moet je zien zitten? Koning, wat is er gebeurd? Ja, ik ben opgepakt. Opgepakt? Opgepakt. Ik kan helemaal niet meer praten. Waar is de ridder? Ja, dat ging allemaal fout. Ze kwamen allemaal in één keer binnen. Ze zeiden dat ze genoeg bewijs hadden. En de ridder die rende weg voordat ik kon reageren en ik werd opgepakt. Hij rende weg, de ridder? Ja. Wat voor ridder is dat, man? Ja, dat hij wegrent. Geen ridder, blijkbaar. Jij vindt het wel heel leuk, hè, Rick? Ik vind het gigantisch leuk. Hoe is hij zitten, joh? Maar je bent opgepakt vanwege de inbraak op het DBE-gebouw. Ja, en een of andere moord, maar ik weet helemaal van niks. Ik heb het ook duidelijk gemaakt, maar... We gaan even kijken of we wat kunnen regelen, oké? Nou, hou me hier uit, alsjeblieft. Ik ga kijken wat ik kan regelen. Ja, we kijken voor strafverlenging, oké? Nee, niet strafverlenging. Hallo, goeiedag. Hi. Wij komen hier om te praten over een aantal dingen en met de koning. Van waarom is zij... Hebben jullie ruimte waar we kunnen praten? Ik denk dat dat wel moet lukken. Ja? Ja. Oké, nou, prima. We komen zo terug, koning. Ja. Succes, hè? Help me. Het is echt groot hier. Hoe lang heb je... Ik ga het zo meteen, dan ga ik allemaal vragen stellen. Oké, hierheen, top. Dan gaan we hierheen. Oké, en dan? Oh, hier. Ja, waar gaan we allemaal heen, joh? Oké. Is dit de ruimte of gaan we door? Nog even eentje door. Eentje terug. Oké. Oh, we gaan in deze ruimte hier gaan we zitten. Mag jullie plaatsnemen. Oh, kijk, top, lekker. Zo. Heerlijk. Goed, een aantal vragen. Waarom is de koning opgepakt? We hadden nogal wat dingen gehoord over, inname van plekken hier in het continent. En ook, ja, hij heeft het kasteel van Rick gestolen. Ja. Ja, en ook zijn er wat onduidelijkheden over een moord waar we even goed naar moesten kijken. En tot die tijd zit hij sowieso vast. Want zij wordt ook verdacht, neem ik aan, van de inbraak op het DBE-hoofdkwartier? Hij is wel de hoofdverdachte, inderdaad. Dus vandaar dat we hem even hier tijdelijk hebben. En we zijn wat onderzoek nog aan het verrichten. Maar zo'n potentieel gevaarlijke crimineel kunnen natuurlijk niet zomaar in het continent laten rondlopen. Nee, die moet je vasthouden. Nee, dat snap ik. Ja, Rick vindt het heel leuk dat hij vast zit. Maar hoe lang hebben jullie dit gebouw hieronder al dit? Hoe lang zit dit hier al? Ja, ik vrees toch al wel minimaal 3 maanden. 3 maanden zit dit hier al? Het is ook echt groot. Dit heb je niet zomaar even gebouwd. Dit moet hier echt al lang altijd. Dit heb ik gewoon nooit gezien. Maar is dit altijd geheim geweest? Ja, het is geheim. Daar was mijn bouwteam dus. Daarom is mijn huis nooit af. Ja, dat zal het wel zijn. Hé, maar... kunnen wij iets doen om te helpen? Ik denk momenteel niet zo heel veel. Het is gewoon
wij gaan even ons onderzoek verrichten. Ah, oké, oké. En daarna zal er wel meer informatie over komen, over wanneer de koning weer vrijkomt. Ja, dat hoeft niet hoor. Goed, kunnen wij dan nog even naar de koning toe? Want ik bedoel, of heb jij nog vragen, Rick? Ja, ik heb nog één vraag. Jij vroeg natuurlijk waarom is die opgepakt? Ja. Mijn vraag is, waarom niet eerder? Ja, eerder waren er nog niet bewijzen, maar de... Er was genoeg bewijs. De DBE was toch wel de doorslag. Oké. Okay. En krijgt Rick zijn fort nu terug? Ja. Daar zal ook, dat moet ook nog uit onderzoek blijken. Daar kan ook nog geen reactie. Dus hij mag nu nog niet zijn fort in? Op dit moment doe ik daar ook nog spooronderzoek. Dus, dus je mag nog niet je fort in, Rick. Zie je, goed dat we hier maar heen zijn gegaan, hè? Ik ben er net nog in geweest. Dus laten we even bij de koning nog even gaan praten. Ja, ik wil de koning nog even gedag zeggen. Ja, ik wil hem ook nog even gedag zeggen. Zo, hierheen. En dan krijgen we zo meteen krijgen we onze spullen ook terug, hè? Zeker. Is hier ook meer dan alleen een gevangenis? Of is, zeg maar, wat hebben jullie hier allemaal? Ja, het grootste deel ga ik natuurlijk niet vertellen, maar... Nee, oh mijn god, ik wil echt alles zien. Je doekjes zijn hier ook geweest. Mijn doekjes? Oh. Doekjes? Ja, dat is lang geleden. Oké. Ah, die koning! Hey. Yes, heb jullie ik komen netje... eruit halen, toch? Jullie komen ja, ik heb echt mijn best gedaan. Ik heb echt alles geprobeerd om je eruit te halen. Maar ze zijn echt ijzersterke bewijzen dat jij een moord hebt gepleegd. Ik heb echt niks gedaan. Ik weet echt helemaal niks. Ik geloof je niet. Ze liegen. Misschien, jij hebt het gedaan, hè? Jij hebt ik het gedaan. Ik heb het gedaan. Hé, hey, je moet nou niet gek doen, hè? Hey, je moet een pistool doen. Je moet een pistool doen, hè? Rick! Wat? Die kon je toch niet meenemen? Wat doe je nou, man? Ja, je moet inleveren. Oh mijn god, Rick! Help mij mee. Die zat per ongeluk verstopt. Nee, maar dat... Geef maar even. Niet hem! Oh, nee, mijn god. Nee, maar dit is mijn pistool van KB. Rick! Inleveren. Nee, maar hij is niet geladen. Kijk maar. Oh, oké. Okay. Rick! Hij was wel geladen! Oké. Oh man. Sorry. Kom ook nog maar even mee, want dit is... Nee, maar dit... Duidelijk niet de bedoeling. Nee, maar dit... Oh... Nee, lopen. Ja, ik... Wat moet ik doen? Ga even wachten. Ik wacht even. Dit klopt gewoon, meneer. Het is, ik heb een vergunning. Nou, ik geloof het niet. Kom maar even hierheen. Oké. Okay. Nee, maar ik hoef niet, ik hoef niet in de cel, hoor. Doorlopen. Rick, ik denk dat je de cel in gaat. Nee, maar dat is niet nodig. Ik denk dat je de cel in gaat. Nee. Ik wil je zo meteen nog even ophalen. Maar, Nee, maar dat is niet nodig, meneer. Ja. Ik wil jou graag nog even spreken. Oh, god, Rick. Nu ben ik... Oh, zit ik ook weer in de problemen. Rick, waarom deed je dat nou? Oh, jongen. Ik wist je meegenomen. Ik wist van niks. Je kan me fouilleren, je kan alles doen. Ik heb helemaal alleen mijn hoed en 16 appels. Ja, dit is niet helemaal acceptabel. Dus hem houden we hier dan nog maar even. Oh, nee. Wil jij terug naar buiten of zou je nog even willen wachten als we hem zo verhoren? Ik wil wel de verhoring graag zien, als dat mag. Oké, ja, je kan hier wel even binnen wachten. Oh, top, ja. Oké. Dan gaan wij hem even ophalen. Ja, haal hem maar op. Jongens, wat gebeurt hier? Oh, mijn god. Ja, oh, Rick was hem aan het uitlachen. Waarom heeft hij zijn pistool gewoon bij zich gehouden? Wacht, ik ga hier zitten. Dan kan ik de overhoring kan ik zien gebeuren. Dat vind ik wel heel leuk. Dan kan ik gewoon zien als er iemand overhoord gaat worden. Ze gaan hem waarschijnlijk even ophalen. Die arme koning. Die zit daar gewoon vast. En nu zit Rick ook vast. Oh, daar heb je ze. Daar zou je even zitten. Maar dit, jongens, dit is nogmaals. Dit is niet, dit is een, nee, dit is niet nodig. Volgens mij is dit een serieuze zaak. Oké, ja, oké. Leuk om te zien. Oh god, waar gaat dit heen? Oh. Wat was je plan? Volgens mij hadden we gezegd dat je alles in moest leveren. Ja, maar die was ik dus vergeten. Kijk, ik heb zeg maar, zie je dat petje hier, oh? Ja, daar zat hij dus nog onder. Ja, dat was ik gewoon even vergeten. Oh, en toen je voor de koning stond, toen wist je het ineens weer. Ja, toen ik had jeuk op mijn hoofd en toen ineens voelde ik hem. En toen dacht ik, oh, ja, maar nu heb ik hem toch vast. Ik denk, ja, dan kan ik even... Wat heb je jezelf aangedaan, ja, dat begrijpen jullie wel, toch? Dit is, Horen jullie mij? Hallo? Hallo? Rick, waarom heb je dit gedaan? Wat? Hij is schuldig, wat? Trouwens. Wat? Schuldig? Van wat? Hij is schuldig. Hij zei voordat we hierheen gingen tegen me, ik ga de koning neerschieten. Hé, hey, Max, wat zeg jij? Dat zei hij inderdaad tegen me. Dat is niet waar. Hij heeft volgens mij ook de moord gepleegd en de koning niet. Wat? Max? Volgens mij was hij het. En jij wist ook wel. Waarom is Nee, Max... dat zei hij net. Dat zei hij net. Daarom ging je hierheen. Waarom is om Max aan hier? Te geven. Oh, maar dan wist Max er dus van, dus dan moet je hem ook aanhouden. Hij is medeplichtig dan. Nee. Ik kom jou aangeven hier als goede burger. Als goede piraat. Je had het kunnen voorkomen dan, zeg je net. Dus dat klopt helemaal niet wat je nou over zegt. Voorkomen? Nee, ik wist in de afloop al. Jij biechtte het aan mij op. Wat? We hebben elkaar niet eens meer gesproken sinds nou, volgens mij schieten we hier ook niks mee op. Maar nee, schieten heb ik hier niet gedaan inderdaad. Nee, dus... We willen je graag nog even hier houden. Nee, maar dat is niet nodig. Kijk, ik weet het zo. Kijk, hier hebben jullie een botje. Je had nog meer bij je, bedoel je? Je had nog meer bij je! Nee, die komt net uit dezelfde. Oh, Rick. Oh, loop maar mee. Meelopen. Ja,
Mag ik mee of moet ik even wachten? Ik probeer eens ze tegen te houden, Rick. Wat zeg jij nou? Doorlopen. Oké. Okay. Doorlopen, Rick. Oh, god, jongens. Het is echt erg, dit. Het is echt erg. Oh, Julian is onschuldig. Die koning is 100% onschuldig. Want de inbraak en de moord en zo, dat heb ik natuurlijk gedaan. Oh, hallo. Oké, dit. We gaan nog even kijken wat we hier allemaal mee gaan doen. Maar zoals je begrijpt, blijft die kurkvriend van jou wel even hier. Rick moet ook hier blijven nu. Ja, dat zijn gaat logisch. Hier nog wel even blijven, want dit is niet helemaal de bedoeling. Mag ik even afscheid van ze nemen? Jij hebt geen pistolen bij je? Nee, je mag me echt wel. Letterlijk, ik heb mijn hoed hier en appels. Meer heb ik echt niks. Ik heb niks bij me verder. Als je wil, mag je zelfs dat bij jou. Alleen mijn appels wil ik misschien wel. Appels mag je wel even mee hebben. Zelfs mijn hoed mag je bij je houden. Oké, dan mag je nog heel even kijken. Als het goed is, zitten ze in de cel. En daarna verzoeken we je dan wel om weg te gaan. Ja, dan ga ik er vandoor. Dan ga ik er vandoor. Helemaal prima. Oké, dan gaan we nog een keer hier doorheen. Zo. Dan gaan we hier doorheen. Goed, jongens. Jullie liggen allebei. Rick, heb je niet een bed om op? Je hebt een bed om op te liggen, Rick. Wat? Je hebt een bed. Ik heb een bed. Je hebt een bed, joh. Oh, dit heb ik nog helemaal niet gezien. En dan ga je vet moeilijk daar zitten. Een mooi op de bed. Grond zitten liggen. Oh. Ja. Hij lag lekker. Hij lag lekker. Hey, maar, hoe voel je? Ja, kan je me niet even komen halen? Kan je niet even gewoon even de deur open doen? Dan loop ik gewoon met je mee, want dit is een misstand. Nee, weet je wat het is? Als ik de deur open doe, zit ik weer in de problemen. En ik ben nu voor het eerst gewoon een beetje de onschuldige hier. Maar waarom nam je dat pistool mee? Ja, die Julian, ik kan er niet tegen, man. Hij heeft hem gestolen. Dat is mijn fort. Hij zit vast. Het was afgelopen. Je had nu terug kunnen gaan en het fort had weer van jou geweest. Ja, dat zeg je wat. Oh, wacht, ik ga even met Julian praten. Zo terug. Okay. Koning. Ja. Hoe voel je? Ja, ik ben onschuldig. Ja, ik ga er alles aan doen om te bewijzen dat je onschuldig bent, oké? Okay? Ja, wat is daar gebeurd? Hey, what the fuck? Hoezo? Hey, wees stil! Wees jij stil daar, Ring? Ik ben even met de koning aan het praten! Oh. Ja, hoe heet het? Ik weet niet wat er is gebeurd, hij zit ook in één keer in de cel. Ja, hij ging met een pistool op jou richten, dus daarom is hij nu ook aangehouden en zit hij ook vast in de cel. Ja. Dus hij is nu ook een beetje de klos. Hey, ik ga kijken of wat ik allemaal kan regelen. Misschien kan ik wel een advocaat voor jou regelen. Of voor Rick. Althans, het ligt eraan of jij schuldig bent of niet. Of jij... Ja, nee, die Rick is schuldig. Hij pakt al een pistool. Ja, hij heeft ook die moord gepleegd, zeker. Ja, hij heeft wel een pistool. Hè. Dus misschien dat in dat opzicht dat hij dan wel inderdaad gewoon... Kunnen jullie de koning nu niet vrijlaten? Dat ik hem, zeg maar, een advocaat voor hem regel. En dan heeft hij een periode van 3 dagen of zo om iets te regelen. Ik heb ook nog recht op een belletje. Hij heeft ook nog recht op een belletje. Dat belletje krijgt hij nog, maar we houden hem nog even hier. Jullie houden hem wel nog even hier. Ik wil ook iemand bellen. Wie ga jij bellen? Wie wil jij bellen? Wie ken jij? Ik wil graag een pizza bestellen, want ik heb best trek, moet ik zeggen. Oh mijn god. Hey jongens, ik ga lekker vrij naar huis, veilig. Ja, neem even mee. Wil je nog dat ik wat bij je kasteel doe, Rick? Ja, kan je even een bordje er neerzetten? Dit is van Rick afblijven. Dat is mijn kasteel, hoor. Nee, mijn fort. Dat is mijn fort. Nee, dat is mijne. Hey, je bent niet een echte piraat. Als ik mijn pistool weer terug heb, schiet ik je neer. Ik wist dat. De bezoekperiode is over, dus ik ga er. Jongens, tot ziens. Veel plezier in ieder geval. Mark, me niet achter. Ik heb hem achtergelaten. Nou, dan is het tijd om weer te gaan. Ik krijg mijn spullen, neem ik aan, terug hier, allemaal. Ja, hier heb je sowieso je hoed. Hey, mijn hoed. Die gaan we gelijk weer opdoen. Hoppakee. Je armor. Mijn armor. Dat is ook top. Die gaan we niet aandoen, maar die doen we wel hier. Kijk, dan krijg je zelfs de appeltjes door. En ik heb er meer dan dat ik er net had. En ik weet niet hoe dat kan. Ik heb jou nog extra gegeven. Oh, ik had het niet door. Oh. Goed, dank jullie wel. Ik ga er van... Althans, ik weet niet wat de uitleg is. Ja, we nemen je meer naar buiten. Even, ja, ik kan zeggen, ik moet nog even de uitleg laten zien. Maar er is hier veel meer dus dan wat ik gezien heb nu ook. Het is niet alleen een gevangenis, dit. Nee, zeker niet. Krijg ik ooit... Wat is hier? Mag ik dit zien? Nee. Niet voor nu. Nee, niet voor nu, oké. Okay. Hier zie ik ook mijn hoofd. Oh mijn god. En wat is er nog meer over? Zie je, er is daar een hele controleruimte met diamonds. Hier zit ook nog een soort kluisdeur, zo te zien. Hier omhoog. Ja, sorry. Hierheen. Oké. Oh, hier gaan we weer met de ladder omhoog. Het is echt groot, dit. Het is echt heel groot. Oké, hierheen. En dan, that's it. Oké, dit was hem. Hier is gelijk het strand. Hebben jullie een bootje voor me? Ik zie ook gewoon de nametekst daaronder. Niet bij. Ik gebruik mijn trident, dat komt goed. Oké, tot ziens. Doei. Kan ik iets verwachten dat ik binnenkort iets van jullie hoor? Je zal sowieso binnenkort misschien wel ze terugzien als ze vrij zijn. En als ze vastzitten, dan kan je nog wel een keer langskomen. Oké, ik ben heel benieuwd. Doei! Nou jongens, we gaan er met een trident gaan we er heel snel vandoor. Ik wil eigenlijk zo snel mogelijk hier weg, want ik wil niet aangehouden worden. Dus laten we even snel terug naar Piratenland gaan. Goed, we zijn weer aangekomen in Piratenland.
En wat hebben we beleefd? Julian de Koning is aangehouden omdat hij verdacht wordt dus van de moord die ik heb gepleegd in de inbraak die ik heb gedaan op het DBE hoofdkwartier. Dus in mijn plan om de koning erin te luisteren is wel gelukt. Het fort is nu helemaal leeg. Er zit niemand op het moment in het fort. Rick's huis hier is ook leeg. Want Rick is er op het moment niet. Wat moet ik doen? Wat moet ik gaan doen, jongens? Ik weet het even niet. Ik weet niet wat verstandig is om te gaan doen. Wat is nou een goed idee? Moeten we Rick helpen of moeten we de koning helpen? Of moeten we allebei helpen? Of moeten we er geen één helpen? In ieder geval mooi dat het fort gewoon vrij is nu. Dat dit gewoon letterlijk niemand is hier nu. De ridder is gevlucht, blijkbaar. Toen de DBE ze kwam halen, was de ridder gewoon weg. Dus de koning die is aangehouden. Moeilijke keuzes dit allemaal, jongens. Misschien kunnen we ook wel een keertje inbreken in dat gebouw. Alleen dan ben ik weer de klos. Want je zag, dat was wel echt een heel goed beveiligd gebouw. Daar kom je niet zomaar in. Gewoon heel makkelijk of zo. Dus goed, jongens. Hebben jullie nou een idee wat ik moet gaan doen met deze situatie? Laat het zeker even in de reacties weten. Vond je dit nou een leuke video? Klik dan even op het duimpje omhoog. Sorry als het een iets kortere video is. Maar het is wel echt een hele spannende video. Kijk nu even lekker deze video. Dit is namelijk het vorige Content V0. Heb je die nou nog niet gezien? Dan moet je hem zeker even kijken. Dan ben je weer helemaal up-to-date over alles dat er in Content V1 gaande is. En nu spreek je laatst glaasje water, tot 4 flesje bier. Tot de volgende keer. Yo!